Kees Spaan, verliezen vanmiddag is geen echt verlies. Je kan met opgeheven hoofd Alblasserdam verlaten. Ja, zeker. Ik denk dat we in ieder geval gestreden hebben voor wat we waard zijn. We kampen natuurlijk na de winter al eens een herhaling van zetten natuurlijk. We kampen natuurlijk met heel veel personele problemen. Vandaag weer een aantal jongens die 3 maanden niet gespeeld hebben en vandaag weer moeten starten. En dan nog een hele wedstrijd moeten spelen. Maar dat volgens ons eigenlijk al het hele seizoen. Maar goed, als ik terugkijk, niet alleen over deze wedstrijd, maar over het hele seizoen. Ja, derde worden, periode pakken en tot de laatste speeldag gewoon meedoen. Ja, dat is gewoon heel knap. Ik heb de jongens ook bedankt daarvoor voor eigenlijk de 4 prachtige jaren. Maar ook voor dit jaar. Ik vind ook met name na de winter, toen we echt heel beperkt waren qua mensen. Iedereen ervoor bleef gaan. Het was heel moeilijk geweest. En dan toch nog dit eruit persen. Ik ben toch trots op. Je hebt een band gekregen met de club, hè? Absoluut. Na 4 jaar. Hiervoor werd ik bij Lekland natuurlijk 7 jaar gezeten. En daar ben ik ook in ieder geval succesvol geweest. Maar ook altijd een heel goed gevoel gehad. En met deze club ga ik ook weer op een heel goed gevoel ga ik hier weg. Je wist dat het heel moeilijk zou worden vandaag. Er moet alles mee zitten. Die paar kansen die we ook zeker gehad hebben. En met name denk aan een paar acties van Arif. Ja, normaal schiet hij zulke ballen erin. Ja, en dan kan het wel tegen de verhouding zijn. Maar dan kan je hier iets halen. Maar dan moeten die ballen ook allemaal erin gaan. En helaas was dat vandaag niet het geval. Heb je nu lang rust? Want je wordt technisch directeur bij Kozakken Boys. Of is het daar al rustig? Kan je nu ook even rust nemen? Nee. Kijk, uiteindelijk de overstrijd gaat natuurlijk dicht 15 juni. We zijn ook helemaal rond qua selectie. We hebben donderdag een presentatie met de groep, sponsors en natuurlijk de pers. En dan hebben we even een paar weken rust. En dan gaan we 25 juli weer aan de bak bij Kozakken Boys. En daar heb ik ook gewoon heel veel zin in.